Die Arabier ging verder en zei: ja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoe kan ik mijn zondes laten vergeven? Als je guna hebt gedaan, hoe kun je die guna laten vergeven? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei: je moet huilen, je moet tranen laten vallen voor de zondes die je hebt begaan. Probeer maar eens 's nachts wakker te blijven en ibadah te doen. En probeer een traan te laten rollen over de zondes die je hebt begaan. En inshallah, Allah zal jou vergeven voor welke zonde dan ook, inshallah. Daarna zei de Badu, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ik wil graag eervol zijn. Ik wil graag respectvol zijn. Wat moet ik doen? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antwoordde: je moet nooit aan iemand iets vragen met uitzondering aan Allah en Rasul sallallahu alaihi wasallam. Vraag niets aan niemand. Als je wat te vragen hebt, vraag aan Allah en Rasul sallallahu alaihi wasallam. Als je op hun je vertrouwen berust, dan zul je alles krijgen wat je maar wilt. Voordat je het vraagt, zul je het al krijgen, inshallah. Daarna zei deze persoon, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoe kan ik mezelf beschermen voor de straf in mijn graf? Hoe kan ik voorkomen dat ik geen straf krijg in mijn graf? Iedereen is bang voor de straf in zijn graf. Hoe kun je dat voorkomen? Rasulullah sallam zei: reciteer dagelijks Surah Mulk en je zult beschermd raken van de straf van je graf, inshallah. En ook een hele mooie vraag. Rasulullah die Baddu vroeg: ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoe kan ik rijk worden? Iedereen wil rijk worden. Wie wil niet rijk worden? En als je rijk bent, geloof me, dan wil je rijker worden. En wanneer je rijker bent, wil je nog rijker worden. Aan rijk zijn is er nooit een einde. Iedereen wil rijk zijn. Kijk maar naar Bill Gates. Hij heeft zoveel miljarden, wellicht de rijkste van de hele wereld. Maar nog steeds wil hij nog rijker worden. Hij wil nog meer hebben. Het is nooit genoeg. En Rasulullah sallam heeft gezegd: als je rijk wilt worden, dan moet je Surah Muzammil lezen, inshallah. En dan is de vraag: hoe ga je rijk worden? Want wat is rijk? Sahaba vroeg aan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah sallam, wat is rijk? Wie is rijk? Is rijk iemand die veel geld heeft? Iemand die veel naam heeft? Iemand die veel bezittingen heeft? Toen zei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: nee. Rijk is die persoon die op Qiyamah voor Allah subhanahu wa ta'ala staat en kan aantonen: ja Allah, ik heb zoveel zegeningen. En een persoon, al heeft hij hier de grootste land, de grootste eigendommen, de grootste bezittingen, de grootste kastelen en paleizen, als hij bij Allah Ta'ala niet één zegen kan laten zien, niet één goede daad kan laten zien, dan is dat de armste persoon onder Allah subhanahu wa ta'ala's ogen. Dus rijk betekent: je hebt daden, je hebt goede kwaliteiten, je hebt karakter, je hebt dien, je hebt liefde voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daarnaast vroeg die Bantu: ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoe kan ik mijn fear, hoe kan ik mijn angst voor Qiyamah verminderen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet bang ben tijdens Qiyamah? Wanneer Qiyamah komt, gaat iedereen moeten opstaan en iedereen gaat bang zijn. Deze Badu vroeg: ja Rasulullah sallam, hoe kan ik ervoor zorgen dat wanneer Qiyamah komt, dat ik dan niet bang ga zijn? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei: dan moet je altijd voordat je slaapt en voordat je eet, moet je lezen Bismillahirrahmanirrahim. Als je gewoonte maakt voor het eten om Bismillah te lezen, als je gewoonte maakt om voor het slapen gaan Bismillahirrahmanirrahim te lezen, alleen deze twee amals zorgen ervoor dat wanneer Qiyamah komt, dat je niet bang zult zijn. Je zult geen angst hebben, je zult geen vrees hebben. Als laatst vroeg deze Baddu: ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat moet ik doen om de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala te voelen wanneer ik namaz aan het lezen ben? Wat moet ik doen om het gevoel te krijgen dat Allah ta'ala aanwezig is wanneer ik namaz aan het lezen ben? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zei als antwoord hierop: wanneer je wuzu maakt, dan moet je heel veel aandacht schenken aan het schoonwassen van je lichaamsdelen. Wanneer je wuzu maakt, moet je rustig wuzu maken en nadenken: waarom ben ik wuzu aan het maken? Hij zei: wanneer je tijd en aandacht neemt in het maken van je wuzu, dan zul je het gevoel krijgen wanneer je namaz leest dat Allah subhanahu wa ta'ala aanwezig is. Alhamdulillah. Ik hoop dat ik met al deze vragen toch nog enkele vragen van menigeen heb kunnen beantwoorden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal de leer van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geven,
De leer die als je hier hebt geleerd en hier hebt aangenomen, ontzettend veel voordeel zal hebben in dit leven en in het hiernamaals.